Dit is nog van de suikerfabriek. Ja. Oh, dat is die suikerfabriek waar ik gewerkt heb eerst. In Hongarije. Kijk, deze foto hebben ze opgestuurd in 1957. Voor een herinnering en souvenir van mijn ouders. Mijn vader en mijn moeder op de erf waar ik woonde en waar ik geboren ben. Deze foto. Nou ja, ik heb gemerkt dat je daar niks proberen iets tegen de communisten te zeggen. Want werd je meteen opgepakt. En dan? Wat gebeurde dan? Ja, wordt hij opgesloten of naar Rusland gebracht. Of hebben ze ook mensen in het dorp geweest die in elkaar geslagen en kwam terug als invalide. De jaarbeurshallen in Utrecht werden door het Nederlandse Rode Kruis en andere organisaties ingericht tot ontvangstcentrum voor de 670 Hongaarse vluchtelingen die als eerste groep naar ons land zouden komen. Terwijl de trein al onderweg was, werden in allerijl de laatste toebereidselen getroffen. Op het Centraal Station in Utrecht reed de vluchtelingentrein 's avonds tegen 11 uur binnen. Honderden mensen op het perron zorgden voor een hartelijke begroeting der Hongaren, die hier na een treinreis van ruim 24 uur op hun voorlopige bestemming arriveerden. Ik ben bij de eerste transport gekomen. Nou, het was niet zo prettig. Het was volgepropt natuurlijk en het was helemaal geen hygiëne of wat dan ook. Toen die tijd helemaal niet. Mijn vriend kwam naar mij toe, ook heet Bela, ik ook. En die zei, zullen we gaan vluchten? Want ja, ik zeg, nou, dat is goed. Maar ik ga thuis niet vertellen, want anders mag ik niet weggaan. Ja, jongen, wilde toch niet luisteren. Dus ging ik, maar toch zonder toestemming. Niks gezegd en zomaar weggegaan. Rigo Bela Elta was op asielheidel. Is test weer uit de nee, SR Kilensa's uitverhaalbom. Dat gaat over dat onze zoon Bela Rigo is in 1956 is vergaan november 10 ons huis verlaten zonder iets te vertellen aan die vader en moeder. Kennen deze jongen nooit vergeten. Ja. En dat is het. Deze weg ging ik altijd. Regen of geen regen, sneeuw of geen sneeuw. Dan blijf ik hier fietsen. Ja. Hier bij de kanaal rechtsaf zo. Fiets je dat altijd alleen? Nou, meestal met de Pool samen. Die werkt ook. Die wachtte bij mij op. Want die is hier gebleven met de oorlog. Die is met de Engelsen samen gevochten hier. Arnhem neergegooid toen die tijd. Met de vliegtuig. En toen is hij gebleven en die zijn bij de Demco en overal andere werkzaamheden terechtgekomen. Toen ik in Hongarije woonde nog, toen moesten wij Russisch leren. En ik kon een paar woorden met de Polen Russisch praten. En zodoende dat ik meteen ook contact met die Polen gekregen, allemaal. Dit is het. Dit was de oude weg. Hier was de portier. Dat was het. Dat hebben we gekregen voor dat in de trein instappen. Aan de werknemers in de vertrekken voor Holland. Nadat jullie een hele belangrijke beslissing hebben genomen om te emigreren in Holland,
Wij willen eindelijk informatie geven. De eten is iets anders, maar ook hele goede kwaliteit. Maar toch is het anders. De klima is ook anders. De klima is ook anders. Maar alleen in het domein, dat in het domein is een kleding. Moeten zijn zware kleding. En wij hopen dat, natuurlijk, wij hopen dat als goed Italiaans een goede naam houden jullie voor jullie vaderland. Ja, het was puur toeval. Op een gegeven moment, mijn vriend had een krant in handen. En die zei, kijk Berto, hier is de advertentie dat Nederlanders zoeken Italiaanse jongeren. Maar die moeten vrij zijn, niet ongehuwd zijn en vrij van militaire diensten. Dus, en ik kan zoveel per maand verdienen in Florijn dan bij ons. Guldens, ja. En, maar toen mijn vriend ging gelijk rekenen hoeveel lieren was. Hij zei, toch is het meer hoor, toch? Zullen we... Hij zei, de reis wordt vergoed. En als je bevaart, je kan zelf de werk kiezen wat jij wil. Ik had het tegen mijn familie niks gezegd. Ik denk, ah, zou niet gebeuren. Denk dat. Maar na 2-3 maanden kreeg ik een brief thuis dat ik moest op een dinsdag 9 uur op een station van Salerno zijn. Ja, en toen waren aan tafel alle mannen, ja, ik kom uit een grote gezin. Dus er waren met 7 kinderen en mijn ouders waren met 9. Dus op zondagmiddag, ik zei, als het goed is, dinsdag morgen ik ga naar Holland. Maar die oude broer... wist waar Holland lag. Maar ja, een oude broer van mij, die ging lachen. Nog hadden naar Holland, die geloven geen eens. Ja. Je gaat niet naar Holland, zo dat. Ja, maar op dinsdagmorgen, mijn vader heeft het op de station van Salerno gebracht. Ik had nooit gezien dat mijn vader tranen in de ogen had. Ja, toen, ja, mijn vader, waarom ga je werken zo? Ik zei, oh, ik blijf een jaar zo, dan kom ik terug. Ik kom daar vandaan en hoor ik al die Italianen aankomen, zingend om 11 uur naar zijn werk te gaan. Ik ben dus voor een militaire dienst geweest. Als een militaire dienst klaar is, arbeid pro geweest. Vroeger, dus nog 36 jaar geleden, een beetje weinig geld. Arbeid pro gezegd, mensen in het buitenland is aan het proberen. Ik zeg ja, proberen. En voor examen gedaan in arbeid pro, alle mensen.
vragen wat voor werk, wat voor gedaan. Ik ben Turkije dan opleiding. Ik zeg dan, ik ben metaalwerk en mijn beroep draaien. Hij zegt dan, ik heb voor opleiding diploma. Hè. Als een geen vakman, daar is een moet vakman nodig. Er was een pensioen in 40 mensen wonen daar. Komt dan Demka werk. Eén kamer in de 4 mensen ongeveer. En dan eetzaal, een televisiekamer. Bij ons een machinewerkplaats, pomphuizen draaier. En voor wielen draaier, pomp. Kijk eens. Mm-hmm. En die? Op de draaier en binnen, pomphuizen. Petrolen uittrekken buiten. Het is hier allemaal bedrijven geworden, joh. Alles. Het is hier niks meer van over. Ik was hier links, laatste hal. Aan het eind. Dat was de laatste hal, walserij. Was de walserij en daar waren al 2 Hongaren gewerkt van vroeger voor hier gewoond hebben. En die waren ze tolk en die hebben allemaal uitgelegd wat voor werk moesten wij doen. In de walserij allemaal ijzers bij elkaar bindelen met draad. Een koelbed was, noemen ze de koelbed, dat die ijzer, gloeiend heet ijzer, ging op een bed. Toen hij afgekoeld. Toen moesten wij allemaal bij elkaar binden, 10 stukjes bij elkaar. En dat moesten wij doen. En toen, als het een grote stapel was, toen kwam een kraan en het haalde het allemaal weg. Ja, ja, de eerste week ik heb ik een beetje van alles gedaan, een beetje van allerlei werk. En later werden in die smelterijen moesten we met kettingen, die stalen blokken, één voor één vast te maken. En die machinisten die trokken naar boven, die deden op een spoorwagon. Ja, maar dat was warm. Dat hadden we de dikke schorten voor, was bloed te eten. En als ze te dicht bij de stallen kwamen, nou, die vlogen de schorten zo misschien in de brand. Hoor. Dat is echt gebeurd. Hoor. Na een aantal maanden denk ik, toch, de werk bevalt me niet. Het is toch een beetje stoffig en warm. Ik wil machinist worden. Ik ga in de kraan rijden. Ja, mijn chef zei, het gaat niet zomaar. Je moet eerst testen doen. Ja. Nou, ik heb de testen gedaan. De test was goed. En ik heb 2-3 maanden opleiding gehad boven in de kraan. En na de 3 maanden kon ik machinist worden, ja. En naderhand beviel me wel. Hè. Ik ben één keer voor tandwielen draaien, 5 meter. Een Marokkaanse mensen komt er dan vertellen mee. Die Galata. Ik zeg, wat voor Galata? Ik denk, Istanbul naar dat tandwielen. Tekenen krijg je dan Galata, Bosporusbrug. Ik draai Galata, Bosporusbrug voor 5 meter om je tandwielen. Hier, bij de Dam. Hier, bij de Dam, ja.
Ik ben alleen gekomen hier, familie laten Turkije. Vond je dat niet erg? Jawel erg, maar ik ben alleen hier moeilijk. 1971, 3 jaar vrijgezel hier in werk. Vroeger is een Turkse voor restaurant, Turks koffiehuis. Daar naartoe, een beetje dansen, gezellig voor ze een bier drinken. Of mensen praten. Vroeger is geen groot supermarkt hier. Hè? McDonald's ook niet, Nederland. Kleine melkboer. Met geweest melk kopen. Weet ik niet wat voor naam is melk. En mevrouw komt er. Wat wilt u? Zegt Turkisch naam, süt. Zegt mevrouw, niet verstaan. Ah. Süt. Niet verstaan. Ja, ik even denken. Me. Dan süt. Oh, zegt de melk. Ja, komt er dan brengen dan melk, brussen melk. Niet vergeten, joh. Ja. We hebben in de walserij werkte half uur en half uur rust. Omdat het zo heet was. Dan gingen we in de kantine en daar gingen we kaarten. Jokeren met de Hollandse mensen. Nou, dan leer je gauw praten. Dat is zo gebeurd, met praten. Het is hetzelfde nog steeds. Dat hekje ervoor. En achter in het huis hebt u nog een kamertje. En daar zijn we met z'n tweeën gewoond. Met mijn vriend samen. Dat is 40 jaar geleden. Nou, ik spaarde wel, ja, want die krookte niet. Nou, een weekend ging ik naar de bioscoop en dat was alles. De rest was altijd werken. Ploegendienst, dus ik moet steeds werken. En anders, als ik nachtdienst had, dan overdag ging ik slapen. Dus kon je nergens heen. Ik heb toen een nieuw fiets gekocht, ook via de Demka. Die fietsafbetaling gekocht, een nieuw fiets met handversnelling. Nou, toen ging ik naar de Demko te fietsen, dan hoef ik niet met de bus. Ik zie de hele straat niet meer terug, hoor. Ik heb hier mijn pensioen en mijn kamer is ook veranderd, hoor. Nou, gouden viel nog mee, maar het was wel donker, donker weer en de zon was ook niet. Na 4, 5 dagen, ik zei tegen mijn vrienden, ik zei, krijgen we wel de zon hier, hoor niet? Was geen zon. Nou, later kwam wel de zon tevoorschijn, ja. 47 jaar geleden, hoor. Oh, wat een tijd, hè. Weet je nog, alle de eerste keer ging ik dansen? Ja, toen liep jij weg. Nee, en weet waarom? Ik ging met een ander dansen. Ik was aan mijn benen en was een jonge hus en ik ga geen meer dansen. Dan danste ik toch altijd al mee? Ja, ik zei, nou, ik blijf hier achter. Wat doet er nou hier? Ik zei, pak, ik heb mijn jas gepakt. En ik bleef lekker dansen. Dat was het taalverschil, zeg maar. Ja, was heel in begin. Hè? Ik was had een kamer boven en zijn nichten die woonde overkant. Tussen via de kamer van het toilet. Van de slaapkamer. Van het slaapprogramma. Ik kon haar zien als ze zei, iedere week kwam bij de nicht ophalen. En nou ja, zodoende, ik zwaai en ze zwaai terug. En ik zwaai nog een keer, ze zwaai nog een keer. Nou ja, het waren toch buitenlanders die wij nog nooit hadden gezien. Dat was leuk, het was wat anders dan die Nederlandse jongens. En mocht u gewoon bij hem op de kamer komen? Nee, natuurlijk nee, niet. Nee. Dat mocht bij mij thuis ook niet. Later gekomen, ja. Want, ja. Goedendag mevrouw. Goeiedag. We wou iets vragen dat hier mag filmen. Ik heb 40 jaar geleden hier begonnen met mijn vrouw samen, kamer gehuurd. Is dat mogelijk dat wij hier binnen kijken waar u ik gewoon... Als u even komt kijken, ja tuurlijk, ja? Komt u binnen. Ja? Ja? Ja, u bent van harte welkom. Ja, dank u wel. U hebt hierboven gewoond? Ja. Zo, dit was het. Huh? Hier is het begonnen, ja. Ons huwelijk. Ja.
Hier was een wastafel. Ja. Hier waren allemaal kasten onderin. Ja. Dat is, en hier stond onze eethoek. Ja. Tafeltje, twee stoelen. Televisie hadden ze niet. Nee, alleen kleine radio. Maar verder hadden ze niet. De tijd is weggevlogen. Ja. 40 jaar. Ja, zeker. Enorm. Ja. Wacht ik tot je thuis kwam hier. Ja. Ik woonde in een kosthuis toen die tijd. Maar we wouden toch samen zijn. En toen dachten we een kamer gaan zoeken. En dan gaan we trouwen. Nou, ja. En dat dit gevonden. Ja. En ik moest wachten op papieren vanuit Hongarije. Want ik kom uit Hongarije. Dus moest ik daarop wachten. Dan kreeg ik niet die papieren in het begin. En later is het gekomen. Anders kon je niet trouwen. Allemaal. Ja, we was allemaal, ja. Om de hoek was er slagen daar, hoor. Op het hoekje. De hoekje, links. Maar jullie vonden elkaar gelijk leuk? Ja, ik wel. Ja? Ja. Ik weet niet of dat ook voor jou gold. Ja, voor mij ook natuurlijk. Ja, ja. Die ouders van haar was streng. En dat wilde ze niet dat we met de buitenlanden gaan verkering hebben. Nou. En toen hebben we toch afgesproken. Ze verboden het en dat was het. Er was geen discussie over. Heeft u zich daartegen verzet of heeft ja, u... dat heb ik wel gedaan. Ja, door toch weg te gaan en hem toch te ontmoeten. In het geheim? Ja, buiten de deur, zou ik maar zeggen. Ja, na mijn werk. En dan bleef ik gewoon in de stad. En dan later ging ik gewoon naar huis op de fiets. En dan was er natuurlijk wel... Oorlog, dat wel. Maar dat gaf ik er niet om. Je vader praatte niet tegen mij. Nee. Waarom, weet ik niet. Nee. Maar ja, en toen later komen we achter dat die vader iemand anders hebt voor je. Nee. Ja, en dat wilde jij niet. Nee, dat wilde ik niet. En je vader wou dat doorzetten. Ja. Maar ja, er is toch niks van gekomen. Dan zal ik even het plaatje opzoeken. Dat ik kan vinden, even kijken hoor. Ik weet toevallig waar ze liggen, want we hebben ze pas in ons handen gehad. Even kijken hoor, want kijk, die haal ik ook niet dagelijks tevoorschijn natuurlijk. Bobby Solo hebben we ook nog. Even kijken, er zijn er zoveel die ik gekregen heb. Oh ja, ik heb ook nog een van Elvis. Kijk, heb ik ooit nog op gekust. Dat vond hij helemaal niet leuk. Oh, hier heb ik dat plaatje wat ik van hem kreeg. Wij gingen naar de stad en toen gingen we bij V&D gingen wij zeg maar plaatjes luisteren. En toen vroeg hij aan mij of ik dat leuk vond. En toen zei ik, ja, ja, maar ik vond er eigenlijk helemaal niks meer aan, geloof ik. Maar ja, toen vond ik dat leuk. En toen mocht ik hem meenemen, want dat wist ik niet dat hij hem voor mij ging kopen. En toen mocht ik hem mee naar huis nemen. En toen heb ik hem tussen de platen verstopt, want ik mocht eigenlijk niet met hem mee van mijn ouders. En toen ging mijn zuster plaatjes draaien en die vond dat plaatje. En oh, dat ligt een Italiaans plaatje, hoe komen we eraan? Dus mijn moeder zei gelijk van, hoe heet dat, hoe kom je eraan? Nou ja, toen moest ik natuurlijk wel vertellen. Hij is gebleven, al ruim 40 jaar lang. Van de jij kent hem wel. Ja, dat ken ik ook wel. Ze bekend de Napolitaanse liedje. Waar hij in pension zat, zeg maar, daar hadden mijn ouders vroeger naast gewoond. Want hun hadden ook nog babyfoto's van mij. Ja. En toen kwamen ze kwamen nog wel eens enkele keer met verjaardagen hier over de vloer, zeg maar. En toen kwamen ze hier, want toen was ik dan met hem naar de bioscoop geweest. En nee, ik mocht dan niet meer. Maar we spraken elkaar wel, bijvoorbeeld zaterdags af in de stad of zo. En toen kwamen ze hier om te vragen van, god, laat de jongen eens een keertje komen en praten, want het is een hele nette jongen en nou ja, bla bla bla. En dat is dan zo geweest. En toen gingen de schuifdeuren dicht, maar toen waren ze nog dicht, zeg maar. Hadden we nog geen glazen lood, want hier woonden mijn ouders toen. Hoenen moesten de deur uit, de deuren dicht. De schuifdeuren dicht. En zijn aan tafel gezeten. Hij zei, je wordt Nederland. En je blijft hier. Ik zei ja. Waar was ze dan bang voor? Dat ik zou iets haar doen, want de Italianen hadden namen dat zijn rogjager dat iets zou haar doen en dan de koffer pakken en weg te zijn. Maar langzaamaan, die groeien, die vriendschappen steeds meer,
Na 2 jaar zei je, ik heb geen zoon gehad, je bent mijn zoon. Ik zei, dat is goed. Dat je vader hebt tot schijnbaar inzien dat het toch niet zo kan gaan. En, want ik heb je vader toen vaak geholpen, want je vader moest schillen halen in de stad op je fiets. Ook naar zijn werk, want zijn vader had een paar koeien gehad. En dan ging hij die schillen ophalen bij mensen. En later had hij zo'n autootje gehad, zijn vader, maar die heb geen rijbewijs. En ik ging met hem mee zaterdag, hele middag daar de schillen halen. En dat waardeerde wel. Okay. En na die tijd zei hij toch dat het toch zijn beste zoon had, zei hij. Yeah. Ja, en toen zei hij, ik zal jullie helpen uit het kamer te gaan, zei hij, en proberen een huisje kopen. In 1977 in de vakantie in Turkije. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Ja, toen hij komt van de vakantie, derde jaar vakantie van hem, hij wil iets, ja, wil iets trouwen. Het kennisje heeft gezegd dat daar zo'n meid om deze straat, kijk eventjes. En dan zeggen ja. Deze meisje is leuk. Even vragen van mijn ouders. Hoe oud was jij? 16. En binnen 15 dagen alles verloofd en getrouwd. En dan blijft nog ongeveer 15 dagen of 20 dagen die ik ben vergeten. Dan kwam ik naar Nederland met hem. Toen, omdat ik ben 16e, verplicht van de gemeente, ik moet de school gezeten. En toen heeft iemand naar onze huis gekomen van de gemeente en zegt, ja, je moet naar school. Maar mijn man zegt, het is mijn vrouw. En zij is niet jonge meiden. Hij wil je niet, omdat hij kent van Nederland ook niet zo goed. Hij heeft een beetje angst en hij denkt, ik ga met de lagere school met de kleine kinderen. Hij zegt van mij, Alma gaat voor jou pesten. Ik zeg liever, ik ga doorstuderen, omdat mijn hoofd helemaal vol nog... Met de school. Ik vind het leuk als ik blijf doorstuderen. Hij zegt voor mij nee. En toen was in deze moment ik ben getrouwd. Ik was, weet ik niet wat is gebeurd. Mijn vrouw is in de verjaal, is in Nederland. Maar geen één woord Nederlandse taal. Niet bekend is in de Forse taat. Ik ben daar in drie ploegen dienst op werk. Moeilijk. Ik heb gezegd. Ja, ik heb geen werk, ik zo saai thuis. Wat moet ik doen? Beter dan een kind, zo misschien voor mij is iets doen in de leven. Şeyden 7 numara. Bu işte buradaki 7 numara. Ja, het is heel moeilijk een huis vinden en binnen een maand. Wij zoeken bij andere Turkse gezinnen ook een kamertje huren voor 3 maanden. Ja, omdat hij vertelt dat wij alleen misschien een paar maanden hier blijven. Maar dit voor mij wel angst. En daarna wat wij doen, een huis huren of iets bij iemand anders wonen. Omdat ik ben nooit gewend in Turkije 2 gezins in 1 huis delen. Dit is heel apart voor mij. Ik een beetje vind het raar. Ja, het is echt een heel andere wereld voor mij. Ja, tuurlijk. Dan voor andere cultuur, andere gebouwen, andere stad, andere land. Dat ben je niet gewend, maar bekend niet de stad. En... laatste voor het weekend en samen in de stad in de boodschappen doen samen. En voor het weekend voor beetje de stad. We gaan altijd in het weekendje naar de bioscoop. Naar wat voor film gingen jullie? Een Turkse film. Turkse film? Turkse ja, film was. Vroeger is in de City, in bioscoop. En daar werden Turkse films ja, gedraaid? Iedere weekend en zaterdag, smiddags, draait wel Turkse film. We gaan iedere zaterdag, zondag,
naar de film. Ja. En daar waren allemaal Turkse mensen dan ook? Ja, allemaal Turkse mensen. Nou, ik heb ineens nachtdienst gehad en waar ik moest hefter krijgen. Dat was al later, ik had 6 jaar daar gewerkt. En die platen waren daar niet goed op de vloer. En dan vroeg ik aan die chef dat er iets niet kunnen maken, want ik kreeg geen eten binnen. Omdat die maag was helemaal naar boven gekomen door dat schudden en zo. Ja, dat kan niet en dit en dat, je moet doorwerken en zo. Ik zeg, ja, dat kan ik niet uithouden zo. Nou, als je niet uit kan houden, gaan we naar huis. Nou, toen ben ik naar huis gegaan. En de volgende dag teruggegaan en ben ik ontslag gevraagd. En zo ben ik hier weggegaan. En toen heb ik een andere baan gekregen, een meubelfabriek, pas toe. Nou, ik had wel leuk gehad hier, maar bij de nieuwbaas had ik meer kunnen verdienen als hier in de ploegendienst. Er waren 3/4 Turken en 1/4 Italianen daar, maar Italianen doorlopen der tijd, die hebben ze andere baan gezocht en betere en iets leerster, iets, ja, zouden ze, ja. Dus toen kwamen in het zware werk, kwamen door, ja, de Turken, ja, ja, door de Turken terecht, ja. In Utrecht was een explosie van werk. De zingenfabriek, Stork, een werkspoor, een PTT. Maar ja, ik was zo gewend in de kranen boven. Ik vond het leuk. En ik heb bijna 6 jaar daar gezeten. Ja. En toen later was een vacature vrij op bacteriologie in een ziekenhuis. En toen dacht ik, en aangezien ik woon vlakbij, denk ik, nou, maar ik wou niet zo gauw doen, omdat, ja, weet niet. Maar mijn schoonvader zei, doe maar, want fabriek, is altijd stof en dat, en warme. Hij zei, ik ga in een ziekenhuis werken. Ja, maar mijn chef, die wou geen ontslag geven. Hij zei, maar waarom zo hier? Ik zei, ja, maar je ploegendienst, ik wil niet. Hij zei, ik ga dakendienst werken. Dus ja, hij zei, nou, ik heb 3 keer ontslag gevraagd. Uiteindelijk, die of de chef, dan, hij zei, als je wil, per se, oké. Maar als het niet bevalt, als je daar is de deur, voor jou is altijd open. Want ik was al die jaar nooit ziek geweest. In 1977 is Demka afgesloten. Voor machinewerkplaats en gieterij. Helemaal afgesloten. 560 mensen, alle mensen collecten van slag. Mijn beroep een draaier. Ik wil zijn werk vinden. Maar als een geen diploma, dat is moeilijk. Voor werk is een beroep draaier een beetje zwaar werk. En iedere dag staanwerk. En een beetje bewakenwerk soms. Eerst slecht voor rug. Dan is een ontsteking. Ik ben afgekeurd voor moeilijk lopen. Veel te voor eens oefenen. Veel voor eens medicijnen gebruiken. Voor specialisten in niks gekregen. Dat wordt helemaal niet beter. Maar vroeger is een achterkant is een auto rijden. Parkeren. Nee, kan ik draaien, vast altijd. Mm-hmm. Nou, iets bijna 10% ongeveer goed bewegen. Mm-hmm. Maar het nacht is een pijn,
Altijd slapeloos slapen. Mm-hmm. Maar heel moeilijk gehad vroeger. Onze financiën gaat een beetje moeilijk. Omdat wij hebben een kind. Die kind heeft echt alles nodig. En toen ik gezegd, ja, ik ook moet werken, even hem helpen. En dan, ik ben 1978. Ik ga werken bij Riet Sluitelfabriek in de Woudenberg. Hoe organiseerde je dat dan met je kindje? Toen wij kregen verzekken naar de kreis gekregen. En dat vond ons heel zwaar, omdat een hele week daar blijven. Zondagavond gebracht tot vrijdagavond. Voor hem ook moeilijk, omdat als je zondagavond gebracht, hij zo vreselijk huilen. En vrijdagavond, als we zijn ophalen, hij is zo blij. En toen hij is een hoekje in de straat gekomen, hij is zo blij, gaat handen klappen. Wij zijn thuis, we zijn thuis. Ja. Daarom, voor ons is het heel moeilijk. Ik voel een beetje schuldig. Waarom? Waarom ik doe dat? Waarom ik niet thuis gebleven? Dit is altijd, het blijft in mijn hoofd. Waarom? Waarom? Maar ik weet het waarom. Maar ja, ik ben nooit vergeten. De eerste jaren, ik heb werkt met mijn vrouw, over een poosje gaan toch weer terug, over een jaar of twee gaan toch weer terug. Ja, maar door de kinderen gaan naar school, je kan niet de kinderen in de steek laten. Dus ja, en de kinderen zijn groter geworden en die zijn huis uit. En de kinderen zijn getrouwd en dan komen de kleinkinderen en blijven precies dezelfde. Ja. Maar de NV blijft altijd. Hè. Oh, sole mie, stan pronta te. O sole mie, stan pronta te. Ik ben wel gelukkig gevonden op mijn kinderen. Ik ben gelukkig gehad omdat ik twee lieve, aardige kinderen. Hun opbouwen, heel mooie toekomst. Dit is altijd mijn droom voor mijn kinderen, gaat een later toekomst opbouwen. Gelukkig zijn omdat allebei een goede baan, goede studeren. Ik ben trots zijn met hun. Ik heb al uiteindelijk meteen beslist dat ik niet terug ga. Want ik voelde me eigen hier beter. En kan ik hier beter bewegen, kan ik beter alles doen. En als ik hier een auto kan kopen. En dat in Hongarije misschien nooit van mijn leven kunnen doen. Mm-hmm. En daarvoor ook. En hier met mijn vrouw samen alles opgebouwd. Deze huis gekocht. Nou, we hebben het goed. Bij alle dankbaarheid voor de hulp die hen in het vreemde land wordt geboden, zullen ze toch nimmer het Hongaarse vaderland kunnen vergeten dat ze vluchtend hebben moeten verlaten ter wille van de vrijheid.
De Hongaren die in ons land worden opgenomen, mogen zich gedragen weten door de warme sympathie en de steun van het hele Nederlandse volk. Wat zit er nog aan Hongaars in uw leven? Heeft u nog Hongaarse muziek bijvoorbeeld? Nou, nee. Nee, dat draai ik niet meer. Want? Waarom niet? Nou, ken ik niet tegen. Dat, ja. Als ik dat draai, dan voel ik het toch weer... Kribbelt dat Hongaars bij mij en dan wil ik niet. Dat horen, dat beter niet hebben. Ik wil afstand doen zo ver dat zulke dingen, wat noemen ze eigenlijk melancholiek of zoiets, dat wil ik niet. Dan liever zo laten.